En dan nu? Hallo kijkers, ik dacht eerst het is een 1 april grap, maar het bleek een serieuze zaak. In Bemmel hebben ze vorige week vergaderd over een 30 pagina's dik raadsvoorstel om een honden-DNA-database aan te leggen en daarmee de honden op te sporen die zomaar op straat poepen en waarvan de baas of bazin te beroerd is om zelf de stront op te ruimen. Het kost 200.000 euro per jaar, maar dat haal je er met ruim 4.000 honden à 50 euro per hond meteen weer uit. Hier ziet u het controleschema uit het rapport. In 2012 is er ook al eens een landelijk symposium over omgaan met hondenpoep geweest. Uit alle windstreken kwamen ambtenaren bij elkaar om over mogelijke oplossingen te praten. Toen ik ooit gras op plein 44 wilde leggen en dat ging bespreken met de gemeente, stelde nagenoeg elke ambtenaar als eerste de vraag: zeg, wat doe je met de hondenpoep? Dat was blijkbaar het eerste waar ze aan dachten. Na de 23e keer die vraag beantwoord te hebben, zei ik een keertje: strandrechtelijke executie. Van de hond? Vroeg de ambtenaar. Nee, van de eigenaar, zei ik droog. Hij schrok en zei: dat meen je niet. En ik dacht: wat ben jij een domme man, zeg. Ik ben nog steeds van mening dat de hond er niets aan kan doen, maar wel de eigenaar. Die eigenaar laat de hond op straat poepen en die moet dat zelf opruimen. En kan daar wat mij betreft rechtstreeks op aangesproken worden. En daar hebben we al een boetesysteem voor bedacht. Op plein 44 heb ik toentertijd 4 vrolijke borden gemaakt die niet poepen op het gras betekenen. Sindsdien kom ik op allerlei plekken in Europa allerlei varianten tegen en sindsdien maak ik daar ook foto's van. U zag een selectie voorbij komen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. De topper is toch wel dit Italiaanse verboden voor aangeleinde gemuilkorfde zwangere honden.